Cabaretier Paul Groot heeft aangekondigd dat het satirische programma Koefnoen definitief niet meer terugkeert. Na jarenlang succes met zijn partner Owen Schumacher vindt Groot dat Koefnoen passé is. In een interview met de Telegraaf deelde hij mee dat hij zich niet meer wil wagen aan typetjes van 30-jarigen. Desondanks gaat Groot komend seizoen solo met een cabaretvoorstelling... waarin hij voor het eerst veel van zichzelf zal laten zien. In de solovoorstelling, een mix van stand up comedy en gevoelige liedjes schetst Groot een absurdistische autobiografie. Hij belooft een bijzondere avond met nummers van bekende artiesten zoals Robert Long, Maarten van Roosendaal, Hans Dorrestein en Frans Mulder. Hoewel hij overweegt nieuwe liedjes toe te voegen, benadrukt Groot dat de teksten van deze grootheden al alles bevatten wat hij wil zeggen. Ondanks zijn leeftijd, die hij in het interview aanhaalt, bekent Groot ook een nieuwe liefde te hebben. Hij blijft echter terughoudend over de details vanwege de prilheid van de relatie. Momenteel is Paul groot te bewonderen in de musical The Hospita, en daarna zal hij een rol spelen in Jesus Christ Superstar.